Hallo jongens, meisjes, welkom bij een nieuwe video van Joel de Wolf. Ik ga vandaag Roblox spelen. Ik ga een ander account maken. En we gaan proberen op Roblox in Adopt Me. Kijk, ja, ik ben erin geladen. Ik zie hier even een beetje als hij een beetje mooi is. Oké, zoals je ziet, ik ben echt nieuw. Frost Dragonon. Ja, ik weet niet wat het is. Wat ik heb getypt, maar ik heb maar gewoon wat getypt. We gaan nu Adopt Me joinen, want als het goed is, staat er dan iets van dat we dus nieuw zijn en dat hij ons gaat helpen. En dat we allemaal dingen kunnen doen. Oké, we zijn nu bijna in Adopt Me. Oké, pick your favorite color. Blauw. Oké, we zijn nu in. Welkom to Adopt Me. We gaan starten met de dag van dat we ons dus mooi aankleden. Oké. Dan moeten we naar dress up. En dan moeten we naar jongens gaan, want we willen natuurlijk jongenskleding. En dan moeten we gewoon iets moois vinden. Even iets moois. Waarom staat er niks? Ik ga gewoon heel even casual. Nee, ik wil mijn Roblox karakter. Ja, welke zou ik doen? Deze ga ik doen. Thank you. Kijk. We staan in het huis. En we kunnen ons huis mooi maken. Walls. Nieuw. Oh, deze is wel echt heel mooi. Oh, dat is echt zo duur. We gaan nu even hierheen. Naar Gids. Want dan gaan we ons starter eigenlijk ophalen. Oké. We willen ons bed ophalen. Oké, nu moet u hierheen gaan. Dan gaan we beginnen van gewoon de hele tijd doortreden. En tot we gewoon mooi iets hebben. Kijk, daar staan ze. Yes. Why hello there, human. You look like a type of chef. Wat we een vriend willen. Oeh, we willen deze egg. En dan gaan we pakken. Oké. Oké, complete en niet. Dus, oké. Yes, we hebben een sandwich voor hem. Neem even lekker iets te eten. Yes. We hebben er één. En dan moeten we nu deze eetje. Maar dat gaan we niet doen, want we gaan het doortreden. En dan krijgen we zoiets moois. En dan gaan we nu even beginnen met treden. Ik heb nu dit gezegd. I am new, please bid. Dus dat betekent dat ik heel graag een huisje wil omdat ik een nieuw ben. Ik ga gewoon rennen in mijn treden. Nee, ik wil gewoon niets. Nou. Maar dit is niet mijn echte account dus. Maar ik heb wel iets heel anders. Want ik moet dus iets halen. Oh ja, we kunnen gelijk dit doen. Kijk, zo'n pet moet ik dus hebben. Dan kan ik ga ook op mijn andere account, mijn hoofdaccount opnemen. Maar ik moet nog één zo'n ding en dan heb ik een nieuwe. Een neon. Dus daarom ben ik nu op een ander account. En dan kan ik dus deze. Kijk, ik moet zo'n hebben. What pet or a baby 3 times. Maar ja, ik zie jullie weer bij de trade. Maar ja. Oké, ik heb dus nu een andere server gejoind. En dan gaan we kijken of we hier dus om uitkomen kunnen we doen. Maar vooral
gaan we dus doen. Trade me if you have a free bed for me. Want ik ben natuurlijk nieuw. Huh? Waarom komt hij niet? Want ik heb natuurlijk een starter eigenlijk, dus best wel door. Maar, dus we gaan even kijken voor trades. En ja, dan zie ik je zo weer. Oké, dit is dus de laatste. Oh, dat was mijn vader, sorry. Maar ik heb dus nu iets nieuws. Ik heb dus een kat. Die wil ik niet. Maar dat maakt niks. Maar ik wil wel even die ding. Die tik. Ik ga even zoeken voor trades. Ja, dat is mijn beste optie. Oké, mijn kat is dus nu ziek geworden. En we gaan hem dus nu healen. En dan heb ik al één van deze. Dus we hebben hem nu al. En ja. We gaan nu kijken, want ik moet gewoon bij huisdieren staan. En dan kan ik vanzelf, wordt hij ziek. En dan heb ik zo'n ding. Want dan krijg ik dus een nieuwe. En ja, dat vind ik dus heel leuk. En maar nu moeten we nog met me treden. Maar ik blijf gewoon een beetje hier tot ik hem heb. Maar dit was het einde van de video. Ga zeker liken, abonneren. Ik heb niet zoveel gedaan in deze video. Ik probeer het nog te krijgen, de neon. Maar ja. Ik probeer het nog met mijn cat. En ja. Ik heb nog maar één zeg. En dat is later, jongens.